Halleluja. Amen. Wauw. Mooi. Dat we zo bij elkaar zijn. En in gaan zegenen, uit gaan zegenen. Ja, we gaan van alles doen. En inderdaad, de vaste week. Het was eigenlijk Gerry die aankwam met, eigenlijk moeten we het over een paar maanden weer. En ik dacht eerst van, ja, dat wordt het te veel. En doen we pas in september. En toch bleef het bij me hangen van, ja, waarom doen we het? Niet drie keer per jaar, dat hoeft niet altijd drie keer per jaar misschien, maar soms moet je ook even doordrukken. Dat we ergens doordrukken wat betreft ook het Koninkrijk van God. Dat we zeggen, we moeten even, het woordje push heb ik toen gebruikt. En het woord in het Engels is het pray until something happens. Dus bidden totdat er iets gebeurt. En soms dan denken we er zijn, maar we moeten nog even doordrukken. Want dan komt daar die doorbraak. En daar gaan we voor, toch? Dat God doorbraken gaat geven. En daar hebben wij een aandeel in. Daar hebben we een rol in te spelen. Dat wij met elkaar zeggen, ja, we willen doordrukken. We gaan God zoeken. Niet zoals we het altijd deden, maar net even een stapje extra. En dat is ons net even nodig om over die drempel heen te gaan. Van, nou ja, dat we het leuk met elkaar hebben, naar dat het toch wat bijzonderder wordt. Waarin God op een bijzondere manier kan gaan werken. Amen. Nou goed, dat is even de vaste week vanmorgen. Ik wil iets gaan zeggen over verbinding of relatie. We zijn gemaakt voor relaties. En ook in het kader dat we gaan inzegenen, uitzegenen enzovoort. Is het wel eens goed van, hey, dat hele lidmaatschap, wat houdt dat dan in? Want we kennen natuurlijk ook lidmaatschap vanuit de wereld. Je kunt lid worden van een politieke partij, je kunt van een voetbalclub. Maar is dat dan hetzelfde als van een gemeente? Nou nee. Want daar zitten veel diepere dimensies achter. Het lid zijn van de gemeente van Jezus Christus. En ik wil als eerst noemen dat lid, het woord lid. We gaan zoiets uit de Bijbel lezen. Maar lid komt van het woord ledemaat. Je bent een lid van de gemeente, een ledemaat die verbonden is met andere delen van het lichaam. Die in relatie staan weer met andere delen van het lichaam. Dat is eigenlijk waar het in lidmaatschap om gaat, is om verbinding. Om relatie. En ik wil een paar versen met jullie lezen uit 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 2 en 3. En een paar versen uit Efeze hoofdstuk 3. We zijn gemaakt voor verbinding. En Johannes hoofdstuk 1. Vanaf vers 2, daar zegt Johannes. Het leven is verschenen en wij hebben het gezien en getuigen ervan. Wij verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Het gaat natuurlijk over Jezus. Wat wij hebben gezien en hebben gehoord, dat verkondigen wij ook aan u. En dan staat er, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons, is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hier valt mij iets op. Het is dus een soort wisselwerking. Als je in verbinding komt met Jezus, dan kom je automatisch ook in verbinding met alle anderen die in verbinding staan met Jezus. En weer in verbinding staan met die mensen die in verbinding staan met Jezus, is tegelijkertijd ook een verbondenheid met God. Dus het is een soort wisselwerking. Onze relatie met God staat veel meer in verbinding van onze relatie met elkaar dan wij misschien doorhebben. Maar goed, dat hoop ik dat we dat gaan zien. En nog een vers, dat is Efeze hoofdstuk 3, twee versen, vers 18 en 19. Dan staat er in vers 18, dan zult u in je eentje, achter de tv, kijkend, hè, en ik zeg niet, hè, er zijn sommige situaties dat het even niet anders is. Maar het is niet in je eentje. Nee, dan zult u met
alle heiligen, dus tezamen, in verbinding met anderen, in staat zijn de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Met andere woorden, je gaat het in je eentje nooit, die volheid ga je ontdekken. Dat doen we met elkaar, in verbinding met elkaar. Tezamen met de heiligen. Nou, iets over dat lidmaatschap. Even kijken of hij het doet. Ik heb altijd hier een strijd mee. Is dit benichter dan mij? Ik heb hem aanstaan. Doe ik hem even weer aan of uit en aan. Ah. Ligt dat aan mij? Sorry? Kijk. Ik wil iets zeggen over dat lidmaatschap is anders als van een voetbalclub. Want dan is het gewoon op papier en je bent lid. Maar er zijn dimensies van lidmaatschap. En de eerste dimensie is dat je lid namelijk wordt van God. En misschien heeft u er nooit van gehoord. Wat staat er namelijk in Handelingen 11? Hè, want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En daar staat er, en er werd een grote menigte aan wie toegevoegd? Aan de Heer. Dus op het moment dat jij tot geloof komt, wedergeboren wordt, dan is jouw eerste verbinding die je maakt, is met God. En dat verbinden is niet alleen dat je zegt, nou hoor ik bij Jezus. Weet je, dat die verbinding heeft te maken met dat je één wordt met hem. En hoor me goed, dit is de sleutelwoord voor lidmaatschap. Het heeft te maken met één zijn. Want wat zegt namelijk de Bijbel? Wie zich met de Heer verbindt of verenigt, wat is die met hem? Eén geest. Dus door de wedergeboorte komt de geest van God, mijn geest, verbinden met God die geest is, door Jezus. Dus het heeft te maken met één zijn. Het is omdat de geest één is met Jezus. En Jezus is één met de Vader. Hè? Hij zegt ook, de Vader en ik, wij zijn één. En dan worden wij door de geest van God in Christus één met de drie enige God. Dat hebben we niet door, maar God is in zichzelf een familie. Wist je dat? Je hebt Vader, je hebt Zoon en je hebt Moeder. Heilige Geest. De Moeder die troost, die steunt. Dat is de moederlijke kant van God. En als in God, als jij wedergeboren wordt in Christus, word jij deel van die familie. Je wordt lid van God. Wow! Is dat niet iets moois? Dat in mijn geest ben ik nu verbonden met God. En dat was de hartewens van Jezus. Zijn wens was dat zijn discipelen niet alleen hem leerden kennen, maar dat ze door hem, dat ze de Vader zouden leren kennen. En ik wil met jullie een paar versen, en ik hoop dat je je Bijbel meegenomen hebt. We gaan even ook, niet alleen op het scherm, maar eventjes de Bijbel openen. En moet je eens kijken wat Jezus eigenlijk, wat in zijn hart was, om dat aan de discipelen duidelijk te maken. Gaan we even kijken naar Johannes hoofdstuk 14. Ja, zullen we de Bijbel openen en samen daar eens naartoe gaan? Want als je, kijk, meeleest, dan gaat het nog dieper in je hart werken. Het gaat over zaaien, hè, vanmorgen. Weet je, door de Bijbel te lezen, zaai je het woord van God in je hart. Amen. Hou Johannes hoofdstuk 14. Moet je kijken wat Jezus daar zegt. Ik moet het zelf ook even opzoeken. Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 7. En dan zegt Jezus, als jullie mij kennen. Ik zal het ook even in mijn eigen papieren Bijbel opzoeken. Vers 7. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.
Wow, dit is het hart van God, van Jezus. En het is bijna het hart van ook ouders, die zeggen, ik hoop dat mijn kinderen de Heer gaan leren kennen zoals wij de Heer kennen. Toch? Dat is toch je diepste wens? Dat was ook de diepste wens van Jezus. Ik wil niet alleen dat jullie mij leren kennen, dat je alleen verbonden bent met mij, want verbonden met mij is verbonden zijn met de Vader. Is dat je deel bent van veel meer dan alleen mij. Dat is denk ik het hartsverlangen. En even één tekst op het scherm. Dat zegt 3 Johannes, zegt, dat is dezelfde Johannes, hè. Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. Ik denk dat is, hè, Miriam zei, dit is mijn lievelingstekst. Ze zei, dit is mijn missie als moeder. Mijn hoogste missie is dat mijn kinderen in de weg van de waarheid zullen volgen. Wow! En dat was het hart van Jezus. Zijn missie was dat de discipelen de Vader leren kennen. En dan lopen ze 3,5 jaar met hem mee. En dan zegt Jezus, na 3,5 jaar, jullie hebben nu de Vader jullie ook leren kennen. En moet je eens kijken hoe Filippus reageert, vers 8. Vers 8, daarom zei Filippus, laat ons dan de Vader zien. Hè? Heb je 3,5 jaar met Jezus rondgelopen? Heb je nog niet begrepen wat hij van plan was om jou duidelijk te maken? Herken je dat? Dat je soms van alles wil duidelijk maken, maar het komt niet over. Op een of andere manier zit daar een soort barrière. En Jezus heeft voortdurend duidelijk willen maken dat hij en de Vader één zijn. En dat ze de Vader, hè, dat de Vader bij hun wordt geïntroduceerd. En dan zegt Filippus, laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet. Het zou hetzelfde zijn dat je bijna 3,5 jaar preekt over gebed. En dat iemand na 3,5 jaar zegt, hey Siert, wanneer gaan we eens iets over gebed horen? Dan denk je, hallo, waar heb je al die 3,5 jaar gezeten? Had je je oren open? Heb je je ogen wel open? Maar dat is eigenlijk het gevoel wat ook bij Jezus leeft. Moet je nou eens kijken, vers 10. Hij zegt in vers 10, geloof me. Oh nee, sorry, vers 10. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Hij zegt eigenlijk, geloof je nou wel wat ik heb gezegd al die tijd? Jezus twijfelt of ze het wel echt, ja, misschien geloven. En hij smeekt bijna in vers 11, geloof me, zegt hij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Zij konden eigenlijk niet zien dat Jezus ook lid was van God. Als ik het even zo mag zeggen. Want dat moet je geestelijk beoordelen. Van de buitenkant leek Jezus namelijk net zo'n mens als wij. En ook wij kunnen elkaar soms beoordelen van de buitenkant. Van ja, dat is Pietje, dat is Klaasje. Oh ja, dat is hij, de zus en zo. Nou goed, dan hebben we soms al een oordeel over iemand. Omdat we denken iemand te kennen. Maar dan beoordelen wij op een natuurlijke manier. Terwijl de Bijbel zegt, wij verklaren, hè, want je kunt soms dingen die geestelijk zijn, niet even natuurlijk verklaren. Zij konden niet Jezus, de eenheid die Jezus met de Vader had, die konden zij niet met natuurlijk verstand verklaren. Want ze zagen gewoon een mens. Maar als je geestelijke dingen geestelijk gaat leren verklaren, weet je, dan ga je het ontdekken. En dat zegt Paulus ook, het kan ook niet, hij kan het ook niet begrijpen. Hè? De mensen die dus niet geestelijk kijken, ik val bijna om. Mensen die geestelijk bekijken, niet geestelijk bekijken, die kunnen het ook niet geestelijk zien. Omdat het geestelijke moet geestelijk worden beoordeeld. En hoe vaak beoordelen we elkaar vaak nog niet op basis van onze menselijke beoordelingsvermogen. Ach, dat is hij. Ja, dat kan zo zijn. Maar als hij wedergeboren is, is hij
een nieuwe schepping. Kan je misschien nog zoveel moeite met iemand hebben, maar je bent net zo deel, hij is net zo deel van God als jij dat bent. Misschien moeten we ook even anders dan naar elkaar gaan kijken. Niet alleen door de ogen van onze natuurlijke, door natuurlijke ogen, maar met de ogen van ons hart. Wij met elkaar, als jij wederom geboren bent, zijn wij net zo verbonden met God als ik dat ben. Dat maakt ons niet apart van elkaar, maar dan zijn we één. Wij zijn lid van dezelfde God. Amen? Wow! Dus we moeten soms ook wat geestelijker gaan kijken. En Jezus zegt ook, dat als de geest komt, zegt hij, dan zult u, hoe staat het hier? Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. Want met je gezond verstand kun je die begrijpen. Maar als je het geestelijk gaat ontdekken, dat we één zijn en dat God is één met de Zoon. En dan zegt hij ook, en dan zult u zien zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Wow, als je dat gaat ontdekken, weet je, dan ga je zeggen, christen zijn is zo'n geweldig voorrecht. Ik ben lid van God. Dit is de basis van alle andere vormen van lidmaatschap. Als we het hebben over lidmaatschap van de gemeente, als dit niet heeft plaatsgevonden, dan kun je een kerkganger worden, lid zijn van een kerk en toch niet lid zijn van God. Dit is heel belangrijk, dat dit heeft plaatsgevonden in je leven. Dat je wedergeboren wordt en die wedergeboorte begint als je een keus maakt. Een wedergeboorte is ook een proces van bekering, geloof, doop en doop in de Heilige Geest. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. Dat is de eerste dimensie. De tweede dimensie van lidmaatschap is, is dat je lid bent. Als je lid wordt van God, dan word jij lid van het Koninkrijk van God. Wow! En ook dit Koninkrijk is niet een koninkrijk van deze wereld. Kijk, toen je geboren werd in Nederland, ik kreeg een Nederlands paspoort, dan word je bijna burger of lid, dus hoe je het wil noemen. Je wordt lid van het Koninkrijk der Nederlanden. En je krijgt een paspoort. En je staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Je bent nu Nederlander. Maar zegt Jezus, mijn Koninkrijk, dat is niet een Koninkrijk van deze wereld. Dat is een Koninkrijk die niet van hier is. Ook dus dit is iets wat in de geest gebeurt in jouw hart. Je wordt wederom geboren, zoals wat God of wat Jezus tegen Nicodemus zegt. Je moet geboren worden door water en door geest. En dan zegt men, want Nicodemus die beoordeelt dat dan weer natuurlijk en denkt van ja, maar hoe doe je dat dan terug in de moederschoot enzovoort. Zie je dat als je het natuurlijk beoordeelt, dan pak je het niet. Maar als je het geestelijk beoordeelt, dan ga je ontdekken, als het water van Gods woord en de geest in mij dat nieuwe leven verwekken, dan kan ik door bekering, geloof, doop en doop in de geest ook geboren worden in een koninkrijk die niet van deze wereld is, maar die van een andere orde is, maar waar ik wel degelijk lid van word. En dat betekent, weet je, dat als je lid wordt van het Koninkrijk van God, dan word jij een burger van de hemel. Amen, dat is onze primaire identiteit. Als je wedergeboren wordt, ben je in eerste plaats geen Nederlander meer, of wat ook uw afkomst is. Misschien zijn die mensen die hebben een andere paspoort, of een dubbele paspoort. Maar we hebben allemaal, als jij wedergeboren bent, een dubbele paspoort, weet je dat? Amen. Ik ben Nederlander, maar dat is tweede rangs. Ik ben allereerst een burger van het Koninkrijk van de hemel. Dat is mijn primaire identiteit. Het is wie ik ben, niet door het nageslacht van mijn ouders, maar ik ben nu van boven geboren, zegt de Bijbel. Ik ben geboren in het Koninkrijk van God.
En dat koninkrijk is niet van deze wereld. En dan, ja, als Nederlander, gewoon als mens, heb ik nog steeds te maken met het leven in deze wereld. In dit geval in Nederland. Nou, vergeleken met andere delen van de wereld, mogen we ons ook gelukkig prijzen. Hè? Er is heel wat mis met Nederland. En we klagen ook natuurlijk. En soms ook terecht. Maar als je een beetje over de wereld hebt gereisd, hè, Harry en Paulien, jullie weten ervan, om in Afrika heel veel werkzaam te zijn, dan kun je ook, hey, wij mogen als Nederlanders ook blij zijn dat we in een land als Nederland wonen. Maar goed, het maakt in wezen primair niet uit waar je vandaan komt. Jouw eerste identiteit is in het koninkrijk. He, dat mijn identiteit is in het koninkrijk van God. En ja, dan heb ik nog wel te maken met de situatie hier op deze wereld. Maar dat kan ik benaderen vanuit dat perspectief van deel zijn van het koninkrijk van God. En dan kan ik soms dingen op dingen reageren die menselijkerwijs een beetje wereldvreemd zijn. Ik vond dat Chris vanmorgen zei, het over dat, hoe zei je dat? Dat er geen geremdheid is of zo bij God. Zoiets zei je toch? Ja, beperkt. Weet je, dan kan je reageren zoals Jezus deed. Want Jezus namelijk, die wist, mijn afkomst is van de hemel. Ik ben hier wel op aarde, fysiek. Maar tegelijkertijd ben ik al in de hemel. In mijn geest, wist je dat? Jezus was in twee werelden tegelijk. En hij reageerde primair vanuit het koninkrijk vanuit de hemel. En zo ging hij ook om met de situaties hier op aarde. Dat wil zeggen, dan kan er een storm zijn waarvan de discipelen zeggen, we vergaan. Maar Jezus, die kan gewoon slapen. Waarom kon Jezus slapen, terwijl de discipelen, de doorgewinterde vissersmannen, dachten, we komen om. Weet je waarom? Omdat in de wereld waarin Jezus als eerste leefde, daar was geen storm. Hier op aarde was die storm. Maar hij was zo primair verbonden met het koninkrijk van God, waar er geen storm is. Daardoor kon hij reageren op een manier die voor mensen om hem heen wereldvreemd waren. Heer, ziet u dan niet dat we vergaan? Hoe, we vergaan. Wat is er aan de hand? Waar heb je het over? Ik leef in een ander koninkrijk. Waar er geen geremdheid is. Waar er geen gebrek is. Waar er geen tranen meer zijn. Waar er geen strijd meer is. Waar de overwinning al is behaald. Dan heb je op aarde nog steeds te maken met gebrek, met ziekte, met nou ja, alles wat deze wereld nog met zich meebrengt. Maar dan is dat voor ons, als jij bewust bent van dat andere koninkrijk, toch niet als anderen die niet deel zijn van het koninkrijk. Moet je maar eens kijken wat er staat. Broeders en zusters, we willen niet dat u in het ongewisse laat over degenen die ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren. Ja, als iemand ons komt te ontvallen, en met name als het een kind van God is, dan hebben we verdriet. Maar weet je waarom je verdriet hebt? Niet om hem of haar. Als het een kind van God is, dan weet je dat hij of zij is op een plaats waar er geen tranen meer zijn, geen strijd. Dus je hebt verdriet om jezelf. Jij bent degene die diegene mist. En dat mag. He, je bent ook mens. Maar toch treuren wij niet als anderen. Als jij door moeite gaat, dan als het goed is, strijd jij niet als anderen die Christus niet kennen. Wij strijden niet namelijk niet meer om een overwinning. Wij strijden vanuit onze positie die wij hebben in Christus. En dan nogmaals, dan zouden wij
ook een beetje wereldvreemd moeten zijn. Dat mensen naar ons, maar hoe kan dat nou? Ga je door zulke dingen heen? En ik hoor jou dingen zeggen die ik niet kan begrijpen. Kijk, als dan ze bij Jezus komen. Laat maar, Heer, u hoeft niet meer te komen, want hè, mijn dochter, de dochter is inmiddels gestorven. Dochter van Jairus. Dat is in de natuurlijke zin, was dat ook zo. Maar Jezus leefde in een andere dimensie. En hij zegt, nee, ze is niet overleden, ze slaapt. Dat is in de geest. Ze leeft nog. Of als Jezus bij Lazarus komt, zegt Martha, je bent te laat. Waar was je nou? Ik zeg het even, misschien een beetje oneerbiedig. Maar zo was haar houding een beetje. In het natuurlijke was Jezus te laat. Maar Jezus leefde in een andere dimensie. Hij zegt, ook al is iemand gestorven, in het koninkrijk van God zal iemand altijd leven. Amen. Zie je, als jij bewust wordt, ik ben lid van God. Ik ben lid van het koninkrijk van God. Dat maakt al het verschil. Alleen we moeten daar nog meer van bewust worden. Wij leven in twee werelden. Zowel in het koninkrijk van God, als ook in het koninkrijk van deze wereld. Dat kan ook betekenen voor mij, ja, ook al maak ik op aarde nog fouten. En is er nog van alles mis. Ook met mij. Waarin ik nog moet veranderen. Toch in de geest is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik beoordeel mezelf nog steeds op de dingen, maar ik veroordeel mij niet meer. Want in de geest is er geen veroordeling meer. Ik leef zonder oordeel. Zonder veroordeling. Amen. Dat is in die dimensie van het koninkrijk van God. Nou, zo kun je dat op allerlei kwesties toepassen. Je kunt soms op aarde door een storm heen gaan. Dat je leven wordt heen en weer geschud. En je denkt van, oh, komt het wel goed? Maar weet je, ik weet, in de geest heb ik een anker in Christus. En daar ben ik mee verbonden. Daar is ook mijn plek. Daar lijkt misschien hier op aarde alles te wankelen. Maar in mijn hart weet ik, zijn troon staat onwankelbaar. Amen. Wow. En het mooie, weet je, vroeger had je een anker. Dat was als een schip een haven invoer. Dan ging men een sloep, die ging vooruit. En die ging al de haven in met het anker. Nam die mee. En dan werd het anker al in de haven verankerd. Zodat het schip langzaam binnen werd gehaald. Dus het anker was al verbonden met de haven. En dan kon het schip, want er kon nog wel stormen in de haven. Het schip kon nog wel door allerlei dingen heen gaan. Maar er was al een deel van het schip, was al daar waar het al stil lag. Waar het al verankerd was. En nu zegt de Bijbel, Jezus is voor ons al heen gegaan in de hemel. En hij is daar ons anker. En wij zijn met hem daar in de geest al verbonden. Daar is het al klaar. Amen. Ik ben verbonden met de hemel. En dan kan ik hier op aarde nog in een storm gaan. Maar weet je, het enige wat ik moet doen, is ik moet die touw, ik moet het niet doorknippen. Ik moet gewoon die lijn vasthouden met mijn anker. En dan kan het nog zo stormen, maar ik kom binnen. Ik ga die kant op. Ik ben verbonden met de hemel. Amen. Bent u er nog? Yes. Ik ben lid van God. En ik ben lid van het koninkrijk van de hemel. Wow, wat is het mooi, hè? Lid zijn. Dat is de tweede dimensie van lidmaatschap. Dat wil zeggen, dus dan kan ik nog steeds op aarde, soms met, ja, je kunt met een generatievloek nog te maken hebben, die jou op aarde nog steeds achtervolgt. Maar in de geest ben ik niet meer vervloekt. Ik ben gezegend. Ik ben niet meer de staart.
Ik ben het hoofd. Ik ben niet meer afgewezen. Ik kan misschien op aarde nog wel rond of worstelen met afwijzing. Maar dat ga ik aanvliegen vanuit mijn aanvaarding in Christus. Want in de hemel ben ik niet meer afgewezen, maar ben ik aanvaard. In de geliefde. Dan kan ik hier op aarde nog me onwaardig soms voelen. Maar ik ben de moeite waard. Doordat God mij de moeite waard heeft gemaakt in Christus. Nou goed, u snapt wat ik wil zeggen. Dus dat is de tweede dimensie van lidmaatschap. En als laatste is dan het lidmaatschap van de gemeente. Nou, ook dat is nog in eerste instantie niet iets wat je alleen op papier doet. Ook dat is een geestelijke zaak. Want er staat, want wij allen, wij zijn allen immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Zie je, dat lidmaatschap is toch eenmaking? Als jij wedergeboren wordt, word je lid van God. Je wordt lid van het koninkrijk van God. Maar je wordt ook lid van het grotere lichaam van Christus. De universele gemeente. En dan ga ik iets zeggen. Misschien op heel veel plekken misschien anders wordt gedacht. Heel veel mensen denken dat Pinksteren de geboortedag is van de gemeente. Dat Pinksteren is. Ik persoonlijk geloof, de gemeente bestond al voor Pinksteren. Namelijk Israël wordt ook heel vaak genoemd de gemeente. De gemeente in de woestijn wordt het één keer genoemd. Alleen die gemeente, die bestond, het was een beetje een exclusief groepje. Die bestond hoofdzakelijk alleen uit één bevolkingsgroep. En dan moest je ook nog besneden zijn, anders hoorde je er ook niet bij. En je moest hoofdzakelijk man zijn, want vrouwen telden niet echt mee. Helaas. En je moest wel Joods zijn, dus en geen heiden. Dat was de gemeente, hoofdzakelijk, in het Oude Testament. En nou belooft Joël, hij zegt maar als de geest wordt uitgestort, wij worden door één geest, tot wat gedoopt? Tot? Hij zegt, als de geest komt, dan is het Gods geest op alle vlees. Op Joods vlees, heidens vlees, Fries vlees, Gronings vlees, Chinees vlees. Of nog meer? Amen. En hij zegt, als dat gebeurt, dan staat er, moet je eens kijken, ik heb het niet onderstreept, maar dan is het of je nou Jood bent of een Griek, of je nou slaaf bent of vrij, of je nou een man bent of vrouw, noem maar op, of je nou besneden bent of onbesneden, in Christus zijn wij door de geest allemaal deel van hetzelfde lichaam. Wij zijn lid van het lichaam van Christus. Wow! Woe. Lid. Dus het is niet de vraag of we één zijn. Sommigen willen denken, ja, we moeten eenheid creëren. Nee, we zijn één. Als jij, wie dan ook. Als jij lid bent van God en lid van het Koninkrijk van God. En lid van de gemeente, dan zijn we één. Dat is niet een eenheid die we moeten maken, die is er. Het is niet de vraag, hebben we wat met elkaar? Heb ik nou wel wat met die? Nee, wij hebben wat met elkaar. Als jij deel hebt aan diezelfde Jezus als ik heb, dan hebben we wat met elkaar. Het is aan ons om die eenheid, zoals hier staat, die eenheid moeten we niet creëren, maar die moeten we bewaren. En dan ga ik wel even afmaken hoor. Als wij deel zijn van het ene lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God, dan zijn we één. En dan hoeven we die eenheid niet te maken. Je moet gewoon in geloven dat ik één bij jou ben. Ondanks dat we ook nog misschien een beetje verschillen. We hebben een andere afkomst. Andere families. Andere voorkeuren. En er zijn heel veel dingen waarom we misschien met elkaar kunnen botsen.
En waar we ruzie kunnen maken, dat kunnen we misschien allemaal doen. Maar als we in de geest zijn, dan zeg maar, dat doe ik, als ik met jou ruzie maak, dan doe ik dat niet vanuit de verdeeldheid, maar vanuit de eenheid die ik met jou heb. Amen. Oké, afrondend. Uiteindelijk werden er ook 3000 zielen op die dag aan hen toegevoegd, aan de gemeente. Dus eerst aan de Heer, aan het Koninkrijk van God en dan aan het universele lichaam. En dan gingen ze dat praktisch maken en dat doen we vandaag ook met Wouter. Jij gaat eigenlijk alleen maar doen, is het zichtbaar maken wat er in de geest al is gebeurd. Dat is ook wat de doop ook eigenlijk is. De doop is in wezen dat je zichtbaar maakt dat wat je in de geest al hebt ontvangen. Ik geloof ook dat het niet nog, als je niet lid bent, dan is het nog niet allemaal af. Je moet het ook even nog handen en voeten gaan geven. Maar dat is eigenlijk het laatste stukje. Wat je dan nog doet, is je nog gewoon praktisch verbinden met een groep gelovigen die... Wouter, je gaat je verbinden. Natuurlijk, je bent al wat langer deel van deze groep, dus je weet het al lang, dit zijn onvolmaakte mensen. En met een onvolmaakte leiders. En jij bent ook onvolmaakt. He, want je kent dat grapje wel. De mensen die op zoek is naar de onvolmaakte gemeente. Nou goed. Dan zeggen ze, moet jij niet heen gaan, want dan is het niet meer volmaakt. Maar ik wil afronden, zoals ik een paar keer al heb gezegd. Er zijn altijd wat predikers die nooit een einde kunnen maken. Hè? Maar ik wil dit even nog zeggen. Lidmaatschap is dat we wat met elkaar gaan krijgen. Nee, ik zeg het verkeerd. Want het is best wel eng om je te verbinden met andere mensen. Vooral als je in het verleden door gekwetst bent. Je denkt, ja, ik hou het mooi op een afstandje. Ik word wel lid, maar kom niet te dichtbij. En ik hoop dat door de jaren, als we elkaar beter gaan leren kennen, gaan liefhebben en gaan bekijken door de ogen van Christus, dat we durven elkaar wat dichter toe te laten. En dat dit niet alleen een gemeenschap is van de heiligen, maar een gemeenschap is van de veiligen. Dat wij veilig genoeg ons voelen en zeg maar, bij jou kan ik mezelf zijn. Bij jou durf ik ook mijn kwetsbaarheid te tonen. Bij jou durf ik ook eerlijk te zijn dat ik niet volmaakt ben. Bij jou durf ik zelfs te zeggen, ik worstel nog met zonde. Oh, en dat je niet dan krijgt, wat? Nou, oordeel. Maar dat je, als je eerlijk bent, kun je zeggen, welkom, ik ook nog. Ook ik worstel nog. Zullen we daar samen mee doorheen gaan lopen? En als we dat kunnen krijgen, mensen, dat we echt verbinding maken, echt van elkaar gaan houden, van hart tot hart, dan kan ik je één ding beloven. Dan moet je de deur dicht timmeren om de mensen buiten te houden. Want als er één ding is wat mensen aantrekt, is pure liefde. Dat je zegt, er is nog een groep op deze wereld die echt van elkaar houdt. Want wat de wereld gaat winnen, en dat sluit ik ook echt af, is niet de wonderen. Wonderen kunnen mensen trekken, maar niet houden. Wat mensen houdt, is oprechte relaties met elkaar. Dat is wat mensen in de gemeente houdt. En daar willen we voor gaan. Lidmaatschap niet op papier, maar echt verbonden van hetzelfde lichaam en in liefde met elkaar. Dan gaat de wereld weten dat Jezus naar deze wereld is gekomen. Zullen we gaan bidden? De muziek mag naar voren komen. Oh, halleluja. Heer. We gaan een lied zingen samen in de naam van Jezus. Maar Heer, ik wil bidden voor deze gemeente. Ik geloof dat deze zondag is een soort mijlpaal. Het is een soort, ik moet zo denken, ik heb zo'n beeld van, vroeger had je die, die pelgrims. En die nieuw land gingen innemen.
En dan kon je een paal in de grond slaan en zeggen, deze grond die claim ik. Die neem ik in bezit. En het is net of misschien deze zondag ook iets is van, dit is een soort piketpaal in de grond. En zeggen, deze plek nemen we nu ook echt in. En we maken met elkaar ook een keuze om één te zijn. Om die eenheid die er al is, om die uit te bouwen. Dat we van elkaar gaan houden. Met een liefde die niet van onszelf komt, maar die ook door God heen, door ons heen komt naar anderen. Halleluja. Zullen we dat gaan zingen samen in de naam van Jezus? Amen.